in deze nieuwe video van Polestar. Welkom iedereen. Vanavond ga ik weer live. Ik ga elke avond live, dus deze keer ook. Ik ga even de camera hier ook inzetten van de gsm. Omdat ik van alles ga doen voor jullie. Het is een klein beetje een verrassing wat ik ga doen voor jullie. Ik hoop dat jullie het ook tof vindt. De bedoeling is ook eigenlijk om jullie ook eigenlijk... Ik wil jullie ook echt hartelijk bedanken. Dat heb ik gisteren al gedaan. Maar dat wil ik vandaag ook nog eens uiteraard opnieuw doen. Om jullie te bedanken. Want ik wil eventjes wel zeggen, het is een heel moeilijke tijd. Het is niet zo heel gemakkelijk om goede video's te kunnen maken. We kunnen bijna nergens naartoe. Zoals je wel weet met de coronaregels. En daarom wil ik jullie hartelijk bedanken. Voor alles wat jullie ondertussen hebben gedaan voor mij. Door mij gewoon te steunen. Sommige mensen door gewoon te praten. Door te knuffelen. Door wat dan ook eigenlijk allemaal te doen. En dat apprecieer ik eigenlijk ook super hard. Dat jullie het allemaal voor mij doen. Dikke hartjes. Sowieso. Ik ben gewoon mezelf gebleven heel de tijd. Ik ga trouwens het even iets halen. Dus ik wil nog even benadrukken dat ik zeer van jullie allemaal hou. En dat ik het heel tof vind om context te maken. Om jullie toch eigenlijk zoveel mogelijk video's te laten zien wat ik doe in het dagelijks leven. Meestal is het ook alleen maar wat kuisen en bezig met de konijnen, muffin te verzorgen en zo'n ding allemaal. Heb ik niet zo heel veel dingen om te laten zien. De enige content die jullie tegenwoordig hebben gezien, denk ik, en dat eigenlijk was kerstmis, was gieten. Ja, en Silke, die ben ik toen vergeten filmen. Maar ik wil je daar toch heel hartelijk voor bedanken. En jullie zitten in mijn hart. En zullen altijd in mijn hart blijven zitten. En ik ga zien hoe we de komende tijden nog kunnen doen. De bedoeling is eigenlijk om gewoon verder te vloggen elke dag. Indien het mogelijk is. Want momenteel is het niet gemakkelijk. Dus vanaf dat het weer zo'n jaar wordt, dan zullen het waarschijnlijk niet elke dag meer een vlog zijn. Waarom? Ik heb geen ideeën meer. Dus met deze komt nu de verrassing voor jullie. Ik ga even ook hiervoor op TikTok. Want ik ga het ook op TikTok zetten, namelijk te doen. Dit was het eigenlijk wat ik gedaan heb. Dus ik hoop dat je dit een beetje leuk vond. Wat ik heb gedaan. Dus ik hou van jullie allemaal. We love you. Dat mag je nooit vergeten. Ik ga het even opschrijven. We love you. Zo. We love you. Ik hou van jullie allemaal. Ik hoop dat jullie alles mogen wensen in het nieuwe jaar. Wat je hart toebehoort. Wat je graag wil hebben. Dat alles naar wens verloopt. Dat jullie een topjaar met goede momenten kunnen beleven. Een goede gezondheid. En dat we allemaal toch... nog altijd aan elkaar denken. Ook al als het moest zijn dat alles gewoon terug normaal gaat. Dat we nog altijd denken aan wat heel belangrijk is voor ons. Dat we iedereen ook nog, wel onze buren, onze vrienden en zoveel meer nog steeds gaan steunen en gaan doen. Want dat hebben we dit jaar wel heel veel geleerd dat we elkaar nodig hebben. En alleen de mensen die van dit, die je zo hebt gezien, dat zijn de mensen die eigenlijk om jou geven eigenlijk. Dat we dan ook de komende tijd, als de maatregelen toelaten, wat vaker bij oma of opa op bezoek zullen gaan. Ik kan het helaas niet, want dan moet ik naar het kerkhof. Maar dat we die mensen zeker en vast niet vergeten, mama of papa.
En dat wil ik jullie allemaal meegeven. Ook wil ik ook jullie meegeven van kijk naar de mensen die om je heen zijn en niet naar de mensen die er niet zijn. Dan bedoel ik daarmee mensen die jij mist en die er niet zijn, die constant geen contact zoeken of wat dan ook. Dat zijn geen mensen die jouw hart nodig heeft. Het zijn alleen de mensen die hier staan voor jou als je iets nodig hebt. Dat zijn de mensen die jij nodig hebt. Mensen die voor jou er zijn. Ook al is het maar via webcam of is via het internet. Die mensen zijn er voor jou en die mensen moet je koesteren. Deze boodschap wil ik eigenlijk de wereld in sturen. En ik hoop dat dat met deze gelukt is. Een dikke kus. Hartjes. We love you. En nooit vergeten, ik ben er voor jullie.